gaat geen fucking neerschieten in Wat PT. zeg je? Je bent fucking dood, jongen. Je bent fucking genaaid. Ik zweer, ik ga nooit meer met je spelen. Nooit meer. Dit is de laatste keer. Ofwel gaat je me nu 100k geven. En je gaat me gewoon alles geven, jongen. Je pikt alles van mij gewoon. Je bent een fucking naaier, vriend. Je bent geen flik meer. Jij bent geen flik meer. Dat kan me niks schelen, Niels. Niks. Ik ben wel een flik. Jij schiet je eigen fucking teammate. Je bent kanker dan. Alles wordt naar de admins gestuurd. Voilà, dan. Je bent ook al dood. Hoezo dat? Dat ik je omver heb gereden, om kanker de biel. Foyeren. Zwart geld, 70.000. Dankjewel Niels, ik heb alles terug. GG. Jij. Cannabis. 50 zakjes cocaïne. Dankjewel. Ik heb alles terug. Wat een debiel. Ja. Yo. Ik ben je vraagt me even en pak snel al die spullen. Zeg het eens. Yo, pak alles af van die agent. Hallo. Niels, Niels. Hallo. Hallo? Ja, Niels, we zitten in call. Zit in call? Ja. Ja. Oké, de gast heeft me net gevdm'd en VDM'd, ben je daar zeker van, jongen? Ben je daar nu echt zeker van? Wie heeft mij eerst gevdm'd? Ik. En wie is? Is dat die Kenneth? Nee, ja, nee, dat is, nee, Niels. Ja, ofwel gaat je nu een eerlijk antwoord geven. We kunnen, of ik zou gewoon een clip. Kenneth, hoe heet jij in game? LMFU. LMFU. Hij heeft alles teruggepakt. Maar van mij mag je... Dat was van mij, dat was van mij, jongen. Inderdaad, maar je mag niet als politie drugs verkopen volgens mij, dus... Kerel, ik maak dat wel als ik het dient vind, toch? Het mag, maar als er leiding erachter komt, dan staat er gewoon een ontslag op, zeg maar. Als jij dus bijvoorbeeld een leider zou zeggen, ik, dan... Dat bedoel ik. Dan heeft hij waarschijnlijk zo'n ontslag. Of de baas moet een hele goede buik zijn, maar... Dat betwijfel ik. Maar Niels is ook een hacker. Daar kan ik je ook rap van clubs doorsturen. Weten we altijd alles al van. Dat heeft hij ons in het begin al eerlijk verteld, dus... Dat weet elk staflid, dus... Weet wel van. Ja! Zolang dat hij niet bij ons gebruikt, mag hij hier gewoon komen spelen. Sorry. Maar ik heb ook clips dat Niels... Dat wat? Niels heeft mij 52.000 zwart geld zelf gegooid. Dus eigenlijk mag je ook niet meer bij de politie. Dat is niet. Jawel Niels, jij hebt mij die 52.000 zelf gegooid, jongen. Ja, maar zwart geld dat... Om in de kluis te leggen, zeker. Nee. Moet dat maar in de kluis, nee. Blijkbaar houdt dat voor zich eigen. Zwart geld, ja, dan neem je in beslag, dan heb je dat automatisch. Maar zijn we hier nou een partijtje elkaar aan oren aannaaien of zo? Nee, tuurlijk. Hij VDM mij, ik VDM hem en hij gaat een report maken. Hey, degene die hier dood ligt op de snelweg moet even reageren. De ambulance probeert een ding te doen. Hallo meneer. Hey Jos. Die doet Jos niet. Of Patrick bedoel ik? Ja. Hij heeft 700.000 zwart geld en 50 zakjes cocaïne, die aspirant. Wat ben je dan? Wie is het? Dat was ja, mij, die is van die 80. Nou, die zie je nou in Kaal. Oké, ik vind het heel even leuk. Ja, is gewoon leuk. Alles. Dat was van mij, dat was allemaal van mij. Josje, ik stop nu wel. Ah, daar ben je. Ja, oké, jij killt mine, dus ik kill jou. Maar er zijn nou een mishaakt. Ja, nee, daarom. Die mannetje van die politie, die heeft 700.000 zwart geld en 50 zakjes cocaïne als politie zijn. Dat kunt je toch niet. Ja, dan moeten die agenten die hem nou hebben aangehouden, die moeten dat dan even melden aan de leiding. Ik loop een beetje mank. Dat is gezegd, deze persoon is corrupt.
Jij bent corrupt. Oh wauw, Thomas. Oké, nice, dit heb ik gedaan wel. Hij is corrupt. Oké, okay, Niels, een pistool en zo in zijn kofferbak en zo. Jij hebt dat allemaal in je kofferbak, jongen. Jij hebt dat fucking zwart zit, jongen. Je bent fucking. Hij zit erbij geholpen. Oh ja. Veel beter. Ja. Hé, maak mijn 70.000 terug, want dat was eerlijk van mij. Ja, heel erg uitgedrukt. Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Ben jij een admin? Wauw, die pakt mijn shit gewoon af. Oké, dus ik heb al tegen de twee andere admins gezegd. Tegen Patrick normaal gezien. Dat, ja, vertel maar. Ja. Opeens zag ik een rood cirkeltje. Drugs verkopen, heel tijd. En hij zei het ook letterlijk tegen mij. Het is een vriend die ik in real life ken. Maar ik vind dat hij niet op zo'n servers mag... Want die werkt oneerlijk hoor, daar niet van. Dus ik wil gewoon eerlijk zijn bij de politie en deze man zat gewoon drugs te verkopen. En toen... Ja... Zat hij daar gewoon te doen en ik heb hem dan gevdm'd om het dan te bewijzen op club. Ik heb ook een club en die wordt online gezet op dit moment. Yeah. En dan mocht ik die naar Patrick doorsturen. Dat hij corrupt was en dan moesten ze... Wat is dit in je zaak, Niels? Cannabis? Drugs? Nice man. Ja, precies. Dus dat is dat beurt en dan is het gewoon voor de rest prima. Ja, ik heb ook nog wat drugs in mij. Van mij mag je dat ook in beslag nemen hoor. Want, maar, ja, nu wel opeens. Maar ik verkoop dat niet. Ja, als je het gewoon inlegt bij de politie, dan is het goed, hè? Ja, ik gooi dat in de kluizen, maar ja. Wat is dit voor een wapen? Ja, chef, één keer met een wapen wat gaan we ermee doen? En je krijgt een slap voor mij. Dit is een wapen, dit is een wapen. Dit is een gevalletje van een koopzaak. Nee, maar één keer ermee schieten en je krijgt een slap. Ja, oké. Wat is dit voor een wapen? Een hekwapen. Maar wat doe jij met onze wapen? Jij mag dat wapen überhaupt niet bij hebben, dat is mobiel. Dit is van Niels, dit is van Niels, dit is van Niels gecreëerd. Nou, ik heb het je wapen, ik heb dat wapen gelijk bij jou gepakt, dat wapen mag jij niet hebben. Dat zijn jouw geven. Weet je wat er was, Jules? Ik heb hem. Ja, ik heb... Als je reageert, is het... Hey, ik weet niet waarom je mij aan het fouilleren bent, vriend, ja, met je jas, maar... Ja, ik hack niet. Jawel. Ik hack niet. Welke jas? Nou, deze gozer met die gecamoufleerde jas, die zit mij even lekker te fouilleren. Die probeert van alles af te pakken. Kan je misschien zijn politierang afpakken? Want die wordt ook sowieso ontslagen. Nou, dit is dus een punt. Deze gozer heeft vanmiddag ook al bij kooklopen invallen, terwijl het waarschijnlijk een aspirant is. Waarschijnlijk ook. Ja, hij is geliefd. Ik word niet aan het plagen, Niels wordt aan het plagen, want ik ben niet aan de fout. Maar dat is leuk, Jules, want ik heb hem doodgestoten door zijn kop. Dan zet ik hem zo meteen... ik zet hem zo meteen in de database, zet ik hem wel gewoon terug. Hij heeft mij de drugs gekozen, hij pikt mijn drugs. Dat mag allemaal. Ik heb inderdaad drugs en dingen geholpen, omdat je dan de kluis moet gaan leggen. Omdat nee, Niels, ik heb alles opgeslagen. VTM mag volgen. VTM mag volgen. Ik vind het op zich niet erg, hadden die gozers ook wat te doen. Maar nou ik weet dat hij het aan het abusen is, vind ik het wel een nice streak eigenlijk. Ik heb alles naar de kluis gebracht, ja, alles. Want als ik het bij elkaar optel, ik weet niet hoeveel voor je in een zak coke krijgt, maar ik denk dat ik in totaal, als je bijvoorbeeld 2k voor een zak coke krijgt, dat ik meer dan 2 ton in mijn auto had liggen, plus dan een wapen van 30k. Weer op alles. Dus ik was 230k liggen. Je schiet uw eigen team al tot. Ja, maar je hebt nu die boetes openstaan. Ja. Hoeveel staat er nu aan boetes open? Er staat trans, de zaakjes en dan nog wat, does not exist bij alle drie. Ja, vluchten maar... voor ambtenaar, in bezit van vuurwapen en product in meth, opium of cocaïne. Ja, maar wat zijn de bedragen? Dat staat er dus niet bij. Even kijken, ik ga jouw bedrag geven en dan moet dat genoeg zijn. Oké? Jojo. What the fuck, Rinus, wat gebeurt daar dan? Aan wie maak ik de dingen sturen, de clip? Ik heb er namelijk twee. Ja, doe maar naar mijn en Patrick. En ik denk dat Rinus hem ook wel wil zien. Ja. Dus stuur maar naar ons alle drie. Heb je het? Ik zie het nog niet tevoorschijn komen. Ik heb wel een linkie. Nee, ik heb het niet. Ik ben ID 37 als je net afvroeg. Oh, nou, ik heb net. Ik dacht dat 36 tegen me stond te praten. Nee, 37. Oh.
Ik heb naar drie mensen. Je hebt het aan de verkeerde gegeven, whoeps. Ja, dat is de eerste club, de tweede. Kan gebeuren. Hoe heette die nou maar, die 82 die net geliefd was? Politie. LMF Jokers. Hé, hey, maar Niels, jij bent een 30ste verschillend. Dus, veel succes. Want ik ga alles aan Pascal zeggen hoeveel servers je bent gepant. Dan gaan we een keer J-screen doen. Rinus, wat de fuck ben je aan het doen? Dan gaan we één keer J-screen starten. Dan gaan we zien hoeveel je bent. Waarom vliegen wij dan? Fire in all. Ik doe mijn gordel wel even om. Dit was de laatste server, Niels. Dat is eigenlijk ongelooflijk bij van allemaal wat ik kan doen. Dus ik geef die een unban, ik zou het flik wacht. En dan gaat hij gewoon letten. Niels. Jij gaat mij een eigen weer. Ik had even 50k naar de verkeerde overgemaakt. Ik zie de band naar jou. Ah ja, wil ik het teruggeven? Ja, dat zou fijn zijn. Ik heb je weer geband voor. Misschien. Uw nieuwe auto is gearriveerd. Je heb ik mijn 70 fucking kaarten. Topbak. Wie bent jij? Wat is je naam? Street. Wat moest ik nou doen? Gino, kom! Top. Dan ben je weten, Tef, van die ene gozer, die aspirant van jullie. Ja, hij is corrupt, ja. Wat moet ik hierin rijden? Hij nu ook aanspreken en lieven, dus hij wordt gewoon werkeloos weer gesteld. Ja! Waar gaan we heen dan? Even helemaal tjoen, hè? Maar kan ik ook trouwens een tp krijgen naar AB? We kunnen niks van op hier niet doen. We moeten er eerst zelf heen, zeg maar. Kan je dat met een no-clip? Ja, dat staan. Ja, dan moet ik daar heen. Ja, kan wel hoor. Hey Patrick. Ja. Pakken we ook gelijk die gozer zijn rank af op. Hoe heet het op Discord? Of? Nee, daar kan je zo wel blijven. Zeker? Ja. Kan ik één verhaal eerst ook nog vertellen, misschien? Kort, je woont niet eerst. Rinus, ik neem mijn roze. Dus wat ben jij nou weer, hè? Ik sta na.